Op 11 en 12 maart werd voor de eerste keer de Waterpoortloop gehouden. De Waterpoortloop, een loop met afstanden van 110, 80, 40 en 20 kilometer. De start was in Otgensplaat en de route voerde zich door delen van Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Zo werden in Brabant de gemeente Moerdijk en de gemeente Steenbergen aangedaan. Jullie lopen eigenlijk vrij veel vestingswerken. En daar is hier in het verleden verschrikkelijk veel gevochten. En je komt, dit is uit de Franse tijd. En we komen aan de andere kant het Derksel fort ook tegen, waar jullie ook een binnenrust hebben, Fort Sabina. Dan passeren we de vestingsroute van Willemstad, de zogenaamde buitensluisroute. En op een bepaald moment tegen Steenbergen aan, voor de 110 los je nog een stukje van de oude waterlinie. Fort Henricus zelfs. En dan ga je weer via Nieuw-Vossenmeer in ieder geval de 110 terug naar Vlakkee. De reacties op de loop waren over het algemeen positief. Men hoopt dan ook in 2017 een nieuwe loop te kunnen organiseren. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van Stichting Boog Otgensplaat. boog-oltgensplaat.nl